vallen. Maar er mag één man niet ontbreken, vind ik, in deze hele situatie. Het is een topsporter, een absolute topsporter. Een van de allergrootste die we kennen in Nederland. Kijk, hij zit hier nu op een squat, heet dat volgens mij. En, of een quad, dat weet ik veel. Maar hij rijdt nu door de woestijn om zich helemaal te prepareren... om jou toch nog één keer echt te feliciteren. Ja, Johan, je zal wel denken, waar staat het directeurtje nou weer? Ik ben hier in Dubai. Ik ben bezig voor een nieuw programma research. Dat heet Desert Insight. Het idee is dat we jou samen met de Clarks hier midden in de woestijn neerzetten en dan weer weggaan. Ik ben dat nu samen met John aan het ontwikkelen. En speciaal voor jouw verjaardag zijn we nu hier even wat onderzoek aan het doen. Ik wens je een hele fijne 70ste verjaardag. En zodra we terugkomen kan je je koffer pakken en dan gaan we deze kant op. Fijne dag. Zou het niet goed zijn voor ons directeurtje om daar eens lekker in bad te gaan zitten? Ja. Het is die man aan het doen, joh. Ja, zit in de woestijn gewoon. Ja. Met hem in een kwad. Ja. Maar deze keer niet als Sinterklaas. Nee, gewoon zelf. Het gaat allemaal nergens over, inderdaad. Maar directeurtje wordt langzamerhand zelf een format. Ja. Als je op de mol zit te kijken, dan krijg je daar een show. Maar het was net het Michelin-mannetje. Ja. Hij is nog niet helemaal afgevallen. Heb ik Ja, maar ja, als je een jaar niet mag werken, dan ga je dat soort rare dingen doen. Ja. Maar dan heeft hij inderdaad alle tijd om eens in een schuimbad te gaan zitten. Ja. Maar daarna gaat hij hier alles op de kaart zetten. Zodra hij binnen is, dat... Ja, kijk, daarna gaat hij gewoon weer mailtjes sturen. Ja, midden in de nacht. Maar Johan, we moeten toch naar de harde realiteit die aan de andere kant zit, het sportieve. Kunnen we je nog serieus nemen na afgelopen vrijdag? Nee, maar ik denk dat er niemand in Nederland is die mij wel serieus neemt. Dus ik ben in de positie dat ik allerlei onzin hier kan vertellen. Ja, laten we even kijken hoe je dat vrijdag deed. Dat was redelijk stellig. En, wat wordt het? Nou, Ajax... Levert ik niks ik op. Vermoed met dubbele cijfers. Ah. Nee, maar het levert dus niks op, hè? Als Ajax wint niet. Dat levert niks op, dat geeft alles aan eigenlijk. Als je voor eeuwig belachelijk wil maken... dan moet je in een tv-uitzending zeggen dat Feyenoord van Ajax wint. Ja? Ja, dat wordt opgenomen, ben je nooit meer in je hele leven geloofwaardig. Dat zou geweldig zijn. Als dat nu gebeurt, ja. Ja. Ja, Feyenoord wint, Jan? Natuurlijk, joh. Oké, Feyenoord wint. 100%. Ja, ja. 100%. Ja hoor. Staan we weer gelijk aan de leiding. 100%. Ja, ja, ja. Schrijf maar op. Ja? En hoeveel wordt het, Jan? Ik denk een nulletje of 4. 4-0. En iedereen zit te lachen als ze willen zeggen wat een onzin allemaal. Ja, waar slaat het allemaal op? Ja, Jan, hoe zit je hier nu naar te kijken? Jan? Ja, gooit Johan van die tafel af, want je hebt er even stand. Je bent goed in beeld trouwens, Jan. Ja, maar ik wil ik word gek van dat ding hier, man. Ja. Nee, maar wat moet jij echt fantastisch. Hoe heb je het beleefd gisteren? Ja, werelds. De eerste kwartier zag ik er somber in, moet ik zeggen. Wat? Want er werden we helemaal zoek gespeeld. Maar na een kwartier hebben we die ploeg van 700 miljoen helemaal weggespeeld... met een ploegje van 20 miljoen. En dat was wel lekker, moet ik zeggen. Ja, voor de mensen die dat gemist hebben, Martijn Krabbedam stond daar aan de bar... en die maakte een soort prognose wat de waarde was van Feyenoord op dit moment. 20 miljoen. Nou, dat was een zere been. Ja, maar het was ook wel redelijk extreem natuurlijk allemaal. Maar hoe verklaar je het, Jan, wat er gebeurde gisteren dan? Maar compleet... Ik ben gisteren eten met René en we hebben genoten. Maar ze wonnen elk duel, wonnen ze. Ze speelden naar de mogelijkheden waar ze het beste in zitten. Dat bedoel ik, iedereen deed zijn taak. Dus niet een spel maken of wat dan ook. Gewoon werken. En, ja, het was klasse. Plus de enorme ruimte die we kregen, was werelds. Maar goed, jij zei 4-0 vrijdag. Je zei toch zelf ook een beetje met een dubbel gevoel, neem ik aan. Of was je er echt serieus van overtuigd? Ja, natuurlijk, man. Ja. Nee, dat was echt een fantastische dag gisteren. Ja. En wil je nog iets tegen Johan zeggen, naast het feit dat hij de tafel nu moet verlaten? Nou, ik ben blij dat hij de 70 haalt en dan moet hij er nog even echt mee stoppen. Nee. Maar niemand had dat verwacht, denk ik. Nee, zelfs jij niet, inderdaad. Jan, bedankt, hè? Hoe, ik niet. Wat? Nou, ja. Jij wel. Je zegt, jij wel dus. Ja, 4-0 en René zei 4-0, zei we. René zei 3-0. Ja. Enkel Johan zat verkeerd. Ja, dus, nou, ik zat er ook naast, Jan, sorry. Ja. Maar moeten we van Persie soms smeken om door te gaan nog een tijdje, wat dat betreft, Hans? Nee, dat moet je vooral niet doen. Deze wedstrijd was...
Kun je Jan ook uitzetten? En Jan kan gewoon mee blijven praten als hij wil. Nee, we moeten van Persie niet smeken om door te gaan. Dit is toch... Ja, met deze klassieker neemt hij afscheid eigenlijk, 6-2. En hij was goed, hij was echt goed. En, hij was goed, hij was fenomenaal. Ja, maar het was natuurlijk... Nu krijgt iedereen alle lof van Feyenoord. En bij Ajax zijn ze door de ratten besnuffeld. Maar natuurlijk hebben ze bij Ajax wel doorgegeven... de technische staf en Erik ten Hag tegen Matthijs de Ligt... van as van Persie uit de spits zakt, dat de Ligt doordekt. En dat heeft hij ook een tijdje gedaan. Totdat elke keer die Jens Toornstra er dwars overheen denderde. En die Magajan, die kon dat niet meer aan. Dus op een gegeven moment zijn ze gaan schipperen. Is Matthijs de Ligt hem gaan helpen? Ja, en toen... Vanaf dat moment was het echt een koninkrijk voor Van Persie. Maar mogen we nu al stellen dat Magajan een verschrikkelijke miskoop is? Nou, dat is de vraag nu ook. Dat is ook een vraag aan jou, René. Lekker Kikpiri halen, man. Die jongen is 18 jaar. Kikpiri. Nee, maar kijk, een verdediger die hoeft helemaal niet te acclimatiseren. Dat is gewoon een mandekker. Of je nou in Zuid-Amerika in de mandekking loopt... of in Oost-Groningen, dat maakt geen reden. Ja, geen kloot uit. Maar die gozer die ziet het gewoon niet. Nee. En het is helemaal geen vent die er echt in bij gaat. Bij geen ene goal was hij in de buurt. Nee. Hij stond erbij en keek ernaar. Nou ja, wat hij gewoon gewend is, een nummer dekken. Nee joh, ook dus zelfs dat wel, niet. Hij dekte niemand. Ik heb hem toch in die twee wedstrijden gezien. Ik heb hem ook gezien bij Flamengo in Florida. Maar wat zie je daar dan aan? Nou, tegen Flamengo, s'nachts die wedstrijd met de Ajax, die bedoel jij, heb ik zitten kijken. Nee, maar ook die twee wedstrijden met Voka tegen... Jan hangt nog steeds. Zit je nootjes te eten inmiddels, Jan, of zo? Want ik hoor allemaal geluiden. Wat hoor ik nou? Nee, ik zit hier met de baas van, heet dat? Veronica Insight. En ik zit te wachten tot ik dat ding aan mijn poten kan zetten. Oh, nee, ik dacht dat je nootjes... Zo klonk het namelijk op mijn oor, maar dat is dus niet zo. Nee, Wilfred, zit geen nootjes te eten. Nee, oké. Dan willen we Jan... Wil iemand nog wat tegen Jan zeggen? Nee, ik niet. Even applaus voor Jan, dames en heren. Heeft het wel gewoon... Al een hele tijd terug. Ik zie hem net weer lopen. En je kan veel dingen zeggen, maar hij is niet arrogant. En waarvan ik denk wat de waarheid is, hoe het gegaan is... Erik is natuurlijk een type die op zijn Pep Guardiola's traint. Dat deed hij bij Utrecht ook. En met 11 tegen 11 dan zei hij nog wel eens stop. En dan weer ik eens stop. En dat, bij Ajax hebben ze in het begin van het seizoen aan hem gevraagd. De bepalende spelers zijn met hem gaan zitten. En dat is volgens mij de waarheid. Erik, wij vinden jou een tactisch goede trainer. Alleen dat 11 tegen 11 kan dat niet 20, 25 minuten, half uurtje korter. En de nabesprekingen, die willen wij echt korter. En dan zou je denken aan Ten Hag. En als je arrogant bent, dan zeg je ja. Maar Ten Hag heeft toen tegen de jongens gezegd... jullie moeten mij kampioen maken. Jullie moeten de beker winnen. Dus natuurlijk geef ik je dat. En ik denk dat het niet slecht heeft uitgepakt. Dat de manier dat mag jij denken, Hans. Wat is er Hans? Het is ongelooflijk. Ik moet het allemaal. Jullie moeten altijd op elkaar lachen. Nee. Jullie zijn echt afschuwelijke mensen. Zijn met iedereen wordt de talpa gehaald. Kees naar Talpa. Nou, misschien dat hij bij Ses en Sight kan zitten. Bij Albert bedoel je? Ja, die kunnen wel een peppertje gebruiken. Ja. Beetje moeizaam op gang, toch? Ja, je moet iemand opgang. Niet laten presenteren die niet kan. Nou, hij kan wel presenteren. Natuurlijk niet. Hij kan op zich wel presenteren. Maar dit programma met Albert moet je even iemand neerzetten... die iets meer ervaring heeft misschien uiteindelijk. Ja, en die ook iets meer statuur heeft. Waar Albert dan nog enigszins een heel klein beetje... zeg maar af en toe denkt van... nou ja, oké, dat hij even rustig houden kan worden. Nou, Albert ziet hem als zijn knechtje. Ja. Ja. En tegen Albert wordt natuurlijk... dat zei ik tegen hem. Je weet precies hoe het is. Tegen Albert is gezegd van... joh, jij moet het programma dragen. Ja, en dat heb je heel serieus opgenomen. Ja. Nee, dat is de Albert Verlinde Show. Ja, zo kun je het beter noemen. Ja. Albert Verlinde Insight. Ja. Ja. Maar wat zou dan een tip van jullie kant zijn? Moeten er nog mensen gehaald worden of zo? Of... Nou, voor dit programma niet. Kijk, ja, ik zie het verschil niet met shownieuws en met boulevard. Het is allemaal, je ziet op zo'n dag bij al die programma's... dezelfde onderwerpen langskomen. En ik vind Albert Verlinde in dit soort programma's vind ik hem echt top. Ja. Onbegrijpelijk dat ze die weggewerkt hebben bij boulevard. Want dat doet hij goed. Maar sommige combinaties zijn niet goed... En ik vind deze jongen,
Ja, die jongen irriteert me mateloos, maar dat ligt aan mij. Want die jongen die praat goed en zo. En dat zal voor een jongere doelgroep best een leuke jongen zijn. Maar het is geen klik met Albert. Ik moet eerst een geweldige pluim op de muts van Frits Barendspelde, die met zijn dochter Barbara dit prachtige blad helden maakt. En er staat een leuk interview in met Memphis. En ook weer leuk die arrogantie van hem. Hij wil dus nu naar een andere club. Maar dat moet een absolute topclub zijn. Maar die moet ook nog in een absolute topstad liggen. Anders gaat hij niet? Nee, nee, nee. Hij denkt aan Chelsea. Hij denkt aan Barcelona, Real Madrid, Manchester City. Maar eigenlijk Real Madrid, dat spreekt het meest aan vanwege de smetteloos witte tenues. Oké. Nou, misschien hoog houden, alleen al uit. En Frits en Barbara die verdienen deze reclame, want ik heb een jaar of 20 een sportblad moeten runnen. Dat heet de Sport International. Het is reuze moeilijk om een algemeen sportblad in Nederland op de markt te houden. Ja. En zij maken echt een prachtig blad, die twee. Voor de duidelijkheid, dat is de afgeleide van Voetbal International. Hè? Er was nog een blad actie erbij en dat maakt het allemaal een beetje... Maar het is nooit zo mooi geweest als die twee. Zij hebben de gave om een vedet te paaien en net zo lang te zeuren tot hij zich laat interviewen. En als ik iemand belde en hij had geen zin, dan dacht ik, krijgt de pleuris dan niet. Ja, dat snap ik heel goed. Ik lees het ook vaak. Ongelooflijke mooie foto's altijd ook. Ja, heel verzorgd, goede layout. De verhalen zijn wat klef. De zelfverering van de familie Barbara Barend is een beetje stuitend. Maar ze maken een... Maar het is toch een heel goed blad. Ik heb de indruk dat je net een beetje op de positie... Die gozer mocht hem niet vliegen. Nee, hij kon het niet meer, bleek. Je mag in zo'n dingetje... Dat water over is levensgevaarlijk in de winter. Ja. Waar je... Het vliegtuig uit elkaar viel zo'n beetje van tevoren. Jawel, maar... Twee keer geprobeerd omhoog te komen, denk ik. Als je gaat vliegen, ik kijk altijd met welke maatschappij ik vlieg. Nou, dit is geen maatschappij. Het was gewoon een tweemotorig vliegtuig. Ja, precies. Dit was gewoon een jochie wat hij ingehuurd had. Ja. Jezus, maar Johan. Als je nou net een nieuw contract tekent, dan neem je voor toch 20 gewoon miljoen. Een privéjetje. Kun je toch overal huren? Ja, maar als je nou Cardiff City zegt, je moet er niet gewoon met de lijn toestakken. Ja, maar Johan, hier was ik echt voor geen goud in gaan zitten. Nee. Nee, maar heb je die berichten? Moet je eens horen hoe verschrikkelijk dit is. Dan met die, dat... Waanzinnig, man. Papa. Die moet doodsangst uitgestaan hebben, man, dat veetje. Nou, niet normaal. Hè? Ze zijn nu ook gestopt met die zoekactie. Weet je wat ik wel schandalig vind van die bond daar? Dat ze die club geen ruimte geven om na de deadline nog een spits te halen. Dus die moeten nu binnen een week een andere spits halen, terwijl die jongen nog niet gevonden is. Ik vind dat je dat niet kan maken. Nee. Speciale omstandigheden. Nee, maar ten opzichte van die ouders en zo. Ik vind dat je dat niet kan maken. Je moet eerst wachten. Maar dan moet je gewoon tegen die club zeggen, joh, al koop je een spits in maart. Jullie mogen dat één keer doen. Dit is wel een uitzondering, ja, hè, Johan. Zeker, hè? Zeker. Maar om dan te zeggen, nee, voor de 31ste moeten jullie een andere spits kopen. Jullie krijgen die ruimte niet. Vind ik echt schandalig. Ja, dat doe je niet. Jij niet? Nee, maar die zus was ook... Heb je ook gehoord van die zus? Wat? Nee, die zus zei dat ze moest blijven zoeken, weet je. Ja, helemaal in paniek en terecht natuurlijk. Ja, natuurlijk. Je wil hem tenminste gevonden hebben. Je weet dat hij niet meer leeft, maar... Nou, maar je kan toch als club nu niet geen andere spits gaan contracteren... als die jongen er niet gevonden is. Dan moet je toch als bond ook weten. Je bent er nu achterlijk. Ja, het is heel apart. Zo Valentijn, je bent er ook leuk. Geweldig, ja, dankjewel. Gezellig, man. Ja, ja. 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 Wat doe ik hier eigenlijk? Fijn, ja. Nou gaan we even naar die ring van jou, denk ik. Nee, mag maar even lopen. Kunnen we straks scheelde lopen. Niks. Scheelde niks om Valentijn. Nee. Dat was het niet geweest. Nee. Nou, leren, zeg. Hij stapte uit. Hij stapte uit, man. Je kop tegen die pilaren. Tegen die betonnen palen, man. Bloed als een rund, man. Meen je dat nou? Ja. Maar het staat helemaal vol hier, hè. Je kan gewoon niet eens normaal al die mensen, kijk, hier zitten ze allemaal natuurlijk. Ja, zware avond, man. Jezus, zeg, hé. Ja, kijk, daar komt hij. Hey, ja, bij jou is erbij. Mijn grote René redder. Is shock, zie dat nou eens. René is shock, man. Ja, René is hier gebloed. En, kijk, ik weet niet of het nog even in beeld moet. Nee, het is moet, goed opgelapt maar... door de EHBO. Ja, zie je hem niet? Ja, je ziet niks. Theo er ook nog bij, of niet? Theo de brandweerman? Nee, Theo heeft geen dienst. Theo heeft geen dienst. Nee, Theo heeft geen dienst. Die had mond-op-mond ademing. Ja, nou. Ja, zou ik niet zeggen. Komt Theo dat Theo geen dienst had, maar nee, ja... Dus als ik zo wegval, dan weet je een beetje bloedverlies. Theo zit ook altijd thuis met een emmer op de bank zo. Hè? Die zit gewoon klaar, weet je wel. Kijk, dit is een andere Theo. Je bent echt die shocker, René. Ja.
Maar je weet nog wel waar je zit, hè? Ja, toch? Ik kan zeggen, hij is 1 jaar jonger. Het scheelt bijna niks. Johan Derksen, Johan, goedemiddag. Ja, interessant programma. Sorry. Jullie hadden het maar over okselhaar, maar ik wil het hebben over dat haar op de doos. Oh, dat wil jij weten? Ja. Nou, misschien... Daar ben ik altijd wel geïnteresseerd in. Misschien kan Celine daar ook op antwoorden dan. Ze zit er, dus... Wat willen we weten? Wie is Celine? Ik ben Celine. Hallo. Hoi. Dag. Wat wil je weten van me? Nou nee, je had het over okselhaar, maar ik ben meer geïnteresseerd in haar op de doos, zeg ik. Het is een man van 70, dit. We hadden het toch over voetbal, Johan? Oh nee, joh, dat ben ik helemaal niet geïnteresseerd. Ze zitten blozen trouwens, Johan. Ik heb het heel heet ineens. Ja, ze heeft het heel warm nu. Ik zou zeggen, Johan houdt in ieder geval van haar onder zijn neus. Dus. Dus dat moet ik ook laten groeien deze maand? Gewoon alles laten groeien. Maak het uit, hè? Bos hout voor de deur, niks aan de hand. Ik ben wel heel blij met de jingle die je voor me hebt ingesproken. Heb ik een jingle ingesproken? En nu doe je alsof je niet weet wie ik ben, maar je hebt mijn jingle ingesproken, Johan. Je hebt gezegd, die heerlijke Celine met die prachtige... Piep. Oh ja. Oh ja. 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 Nee, als ik het doe, dan heb je de garantie dat het beschaafd is. Ja, dat is absoluut waar.